De populariteit van vakkundig bereide cocktails zorgt voor een opmars van bars met internationale allure. Hilde Frank van trendagentschap Frank Colors neemt ons mee naar de gloednieuwe Bar Burbuur op het Antwerpse Zuid. Deze bar wordt uitgebaat door Jurgen Leikops. Jurgen Leikops is sommelier en tevens eigenaar van het sterrenrestaurant The Glorious. Ik kom heel graag in Londen en Parijs, vooral in Londen. En in Londen heb je een paar palassen, echt prachtige hotels met de hotelbars erbij. En daar is het echt heerlijk vertoeven, enorme rust, maar toch ook streven zij grote kwaliteit na op alle vlakken. En dat was echt wel mijn dada. Het is een beetje een mengelmoes, maar vooral toch jaren 20, 30 Art Deco. Een beetje Manhattan-stijl, New York. Een klein beetje Manhattan op het Antwerpse Zuid. Behangpapier is aan een sterke revival toe. Dus in de interieurs wordt vandaag de dag en ook naar de toekomst toe heel veel muurbekleding gebruikt. Om het eigenlijk een warmer gevoel te geven. We gaan ook naar de toekomst naar zeer donkere interieurs. Dus donkere interieurs worden belangrijk, waarin dan behangpapier ook een belangrijke rol kan spelen. Groen wordt een zeer belangrijke kleur naar 2017 en 2018 toe. Vooral zoals de kleur groen hier in deze bar, het zwaardere groen, het flessengroen zoals we het noemen, wordt een belangrijke trend in 2017. Koper is vandaag al heel belangrijk in interieurs, maar wordt nog belangrijker. Niet alleen in de vorm van armaturen, maar ook als tafeldecoratie. Geel koper, rood koper, gepolished koper, mat koper wordt zeer belangrijk in het interieur. You can make my day.